Goedemiddag, luisteraars, kijkers. Dit is mijn 19e huiskamerlied in coronatijd. En het is een vertaling van een Frans chanson. Ik heb hier een LP van Frida Baccarat. Mijn vader was een fan van haar. Zij is inmiddels zeer op leeftijd. En zij zong in 1968 het lied Cent mille chansons. 100.000 liedjes. In 1969 won zij samen met Lenny Coeur het Eurovisie Songfestival met Un jour, un enfant. En beide liederen zijn geschreven door Eddy Marnay. En over Cent mille zeggen de commentatoren dat Marnay heel nadrukkelijk Bach in gedachten heeft gehad. Het is een prachtig lied. Ik heb het proberen te vertalen, maar met al die on en on en on in het Frans was dat heel moeilijk, want in het Nederlands levert maison huis op en dat is een hele andere klank weer. Dus ik heb een vrije bewerking gemaakt en bij mij heet het nu Liefdeslied. U kent vast menig liefdeslied. Het biedt meestal warmte, maar soms ook verdriet. Een lied dat je troost, of waarvan je diep bloost. Een lied dat je echt kan omhelzen. Daar zijn er nog duizenden van, ieder die ze meezingen kan. In het bed van de nacht, waar jouw lief op jou wacht. En jouw kasteel onverwacht. En inspiratie en kracht. En dan de van de maan kijkt ons aan, heel voldaan, en laat ons maar begaan. U kent vast menig liefdeslied, of u schreef het zelf in een pijloos verdriet. Of in hemelhoge zon, toen uw liefde begon. De spiegel van al uw gevoel. Kom, neem nu maar pen en papier. Kom en uit uw ingeving hier. Schrijf die maar liggend in het gras, waar jouw liefde ooit was. Of bij een vlam van het vuur, schaduwen op ruwe muur, warmte van eeuwige duur. Geef niet op, schrijf het op,
want de liefde raakt.